We zitten nu op een bankje te wachten, want ik wilde heel leuk naar huis gaan fietsen. Eén keer raden, fiets gestolen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik zit al vroeg in de auto, want ik ga Sarah weer ophalen. En ik ben zo blij. Ik vind het altijd zo lang duren als ze weg is. Nou, even snel tanken, maar ik ben goed op tijd. Dus ik kan niet wachten. En ik ben weer lekker thuis. Maar nog niet thuis. Maar wel. Auto. En de poppetje is weer mee. En ik heb net ontdekt dat hier voetstapjes zaten, dat ze erin kan. Ik heb je zo gemist, Moppie. Ja, ja, weet ik. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Maar ik ben wel mijn zonnebril kwijt en het flesje bij oma. Ja. Waarom ga je oma's kant weer op? Nee hoor. Het is richting huis. We zijn weer thuis en net is de koffertje uitgeruimd. Even een video aanzetten. Dat hij kan gaan renderen. En dan gaan we even snel boodschappen doen. Dan weer naar huis. We moeten overdag best wel wat dingetjes af hebben. Ben je mooi? Oh. Nee, dit is een gekke plek. Deze is wel heel mooi. Met een hele grote rode. Die zijn het lekkerst. Ja. Kijk, ik kijk wel of ze een beetje gebroken zijn. Deze zijn wel een stukje gebroken. Oh, oké. Okay. Dat is fijn. Moet je LOL afgerekenen, maar dat is veel te duur voor mij. Nee? Lukt het? Zal ik je een klein stukje helpen? Nee hoor. Ja. Hallo. Lieve. Oké, beetje een meisje. Zal ik je een klein stukje helpen weer? Zo. Dan kan je erbij. Nou, dat zou ik wel willen, 100.000 euro terug. Geef ik je de 10. Boodschappen zijn gedaan. Ik heb even thee gezet. Ik doe even één bakje. Sarah wilde heel graag spelen. En ik was eigenlijk nog een beetje moe van het fietsen. Dus ik denk, nou, vind ik wel een goed idee. Doe ik even een theetje en heel even 5 minuten zitten. En dan gaan we daarna weer op de fiets. Ik merk wel echt dat ik best wel een tijd geen fiets heb gehad, want het valt me echt wel weer zwaar. En eerst was ik echt heel erg gewend om te fietsen, dus toen had ik daar niet zo'n last van. We moeten ook speciaal naar de winkels, want vorige keer heeft ze deze kleurplaat gekregen. En daar heeft ze zo de best op gedaan. Dus die gaan we inleveren en dan hoopt ze wat te kunnen winnen. Ik vind hem echt leuk geworden. Ja. Zit ik tegenwoordig gewoon te wachten als je zelf aan het passen bent? Wauw. Krijg ik ook een rondje? Hier. Ik ga nou in. Wauw, wat ben je cool. Hoe vind je die? Die is van de dames, maar je past hem gewoon. Nou, Sarah net verwend, ik dit pak even aan het passen. Ik vind hem wel heel erg leuk. Nee. Ik hou daar echt van. Zie je nog iets met de 23? Dit zijn fotoplakboeken. Nee, dit zijn fotoplakboeken. Lukt het? Valt alles om. Maar die witte heeft de 23 en de roze geen één. Nou, dus moeten we even kijken of het aan de andere kant of zo nog keuze is. Die groene daar?
Die eerste schoolmap, maar ze hebben niet de goede volgens mij. Deze ook al niet. Ook al niet. En hier staat nog iets, kijken. Ook al niet. Nee. Oh. Nee, ook twee. Ook allemaal twee. Niks met 23. Die is wel heel cool. Ja, dat is wel heel jammer. Maar je moet een 23 ringsmap hebben. En die panters zijn wel heel leuk. Ja, die vind ik een beetje jongens. We zitten nu op een bankje te wachten. Want ik wilde wel leuk naar huis gaan fietsen. Eén keer raden. Fiets gestolen. Ik heb de stalling drie keer aangelopen. En er waren nog mensen die gingen helpen zoeken. Nou, hij staat er gewoon echt niet. Hij is gewoon weg. Ik snap het niet. Ga zo werken voor je geld als je iets wil hebben. Maar blijf met je handen van andermans vanaf. Om het heel netjes te zeggen. Want dus Marco komt ons hier zo oppikken. En wij staan hier leuk. Echt top. Topdag. Even mijn spuiderand uitgooien. Wil je aangifte doen van een gestolen fiets? Dan word je eerst al afgebekt aan de lijn van de politie. Waar je overigens al geld voor betaalt om de politie te bellen. Wat ik van de zotte vind. Je betaalt gewoon 10 cent om te bellen. En dan betaal je geloof ik nog 5 cent per minuut. Voor de politie. Andere dingen oké, maar politie. En dan word ik over 4 dagen teruggebeld om aangifte te doen. Heel handig, 4 dagen verder. Nou, heb je dus geen ene piep aan. Ik ben nu ook maar op Marktplaats aan het kijken. En een zoekopdracht. Als die ergens, weet ik voor waar, wordt aangeboden, dan zie ik hem ook. En ik heb het op Facebook uitgebreid gedeeld. Want ik heb er gewoon echt de pest in. Dus ik hoop dat iemand hem tegenkomt of ziet of wat dan ook. Maar blijf gewoon met je handen van andermans spullen af. Serieus, weet je. Ga gewoon werken, verdien je eigen geld, koop iets. Maar blijf gewoon van andermans spullen af. Nou, ongekleed, we gaan nog wel naar het festival vanavond. Ik heb mijn oorbelletjes en mijn kettingtje van Anna-Nina weer. Mijn shirtje van Envy. Broek van Villa en schoenen van... Wat is er? Mag ik op mijn mooie feestoorbellen? Nou, we moeten een beetje gaan opschieten. Ik laat jouw outfit even zien, want je bent zo schattig. Zij heeft het shirtje aan van Nick en Nick. Rokje van de H&M en de Dr. Martens. Ik vind je zo cutie pie. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want and we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Time, we know it's all done. Take a bow, you win. Oh, swam against your tide, it keeps pulling me in. We fight and we fall, can we rise through it all till we find what we want and we lose it all again? Your touch on my skin, pull me close, take me in.
Zijn we voeden je goed op. Na het stappen ga je snacken. Ga je eten. Ja, toch? Altijd, ja, toch? Zeker. Ze hebben daar ook snack voor. Ja, daar hadden ze ook eten. Maar vroeger, als papa en mama gingen stappen, gingen we ook daarna altijd eten. Is die heet? Ja. Ik heb ook lekker puntjes. Oh. Lieveling. Het is wel heel donker. We zijn al eventjes thuis. Sarah ligt op bed. Marco is net naar boven gegaan. Dus ik ga ook lekker gewoon op tijd slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen.